Hoe vertaal ik mijn verhaal als trainer of als coach of als dienstverlener, hetgeen wat jij doet als ondernemer, hoe vertaal je dat naar een reel? Deze vraag kreeg ik via DM op mijn Instagram van iemand die mijn gratis checklist had gedownload. En ze had daarnaar gekeken en ze werd wel geïnspireerd, maar ze vond het toch wel lastig om haar verhaal als energetisch coach te vertalen naar haar reels. Dus daar gaan we het vandaag over hebben in deze podcast. Welkom als je nieuw bent. Laura Elsman hier, ondernemende vrouw, mede-ondernemer, ondernemende online coach, om jou wekelijks te helpen om jou inspiratie te geven voor je video's. Want met je video's kun je natuurlijk honderden, zo niet duizenden potentiële klanten bereiken. Maar hoe doe je dat nou? Hoe zorg je ervoor dat jouw publiek ook het publiek is dat uiteindelijk klant bij je wordt? Want als ondernemer hebben we toch echt helemaal geen tijd om al die video's te maken de hele week door. En dan vervolgens, als een soort van in een hamsterwheel, zeg maar, dat continu te gaan doen. Hè? Continu video's te maken met uiteindelijk nul resultaat. Dus dat willen we niet. We willen resultaat, toch? Nou, daar gaan we voor. Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Als je nieuw bent op mijn YouTube-kanaal kun je mij dus ook zien. Op mijn Spotify kun je mij alleen horen. Abonneer op mijn kanaal, zou ik zeggen. Geef me een like. Reageer hieronder in de opmerkingen. Vind ik leuk om met je in contact te komen. Dus praat mee, doe lekker mee en laten we elkaar inspireren. Want jouw opmerkingen geven mij altijd weer een boost om weer verder te gaan met mijn Spotify en met mijn YouTube. Dus meld je daarvoor aan. Oké, dus hoe vertaal ik mijn verhaal als ondernemer naar mijn reels? Nou, misschien herken je dat wel. Je hebt misschien als coach of trainer of expert in jouw vakgebied heb je zoveel te vertellen. Je hebt natuurlijk jouw vak oefen je al een aantal jaar uit. Je hebt al heel veel klanten geholpen. Je vindt het onwijs leuk om jouw beroep uit te oefenen. Je wordt er helemaal wild van. Je krijgt daar energie van. Je vindt dat top. En je zit dan natuurlijk heel erg met die passie en die betrokkenheid in dat vak. Dan is het best heel erg lastig om dan te zien van wat van mijn vak ga ik dan vertalen naar mijn reel? Nou, daarom ben je natuurlijk hier om je daarop te laten inspireren. Dus daar ga ik je zo zeker wat over vertellen. Want als online videocoach kan ik wel melden dat ik daar ook honderden vrouwen mee heb geholpen. Van hoe ga ik nou wat ik doe met mijn vak, hoe ga ik dat vertalen naar een goede video? En ook zeker op het gebied van reels is er ook heel veel in mogelijk. En reels, dat zijn natuurlijk die staande video's op je Instagram, ook op je Facebook, ook op YouTube, ook op TikTok. En natuurlijk ook op LinkedIn kan je staande video's maken. Maar als je het echt hebt over de goed bekeken Instagram reels, als ik daarop focus, dan weet ik dat daar ook zeker bepaalde formats, bepaalde vormen zijn waar je uit kunt kiezen. En ik vind het echt heel belangrijk dat jij gaat kiezen wat bij jou past, wat bij jou heel erg goed voelt. Ja, en wat willen de meeste ondernemers? De meeste ondernemers willen met hun video's, met hun reels, willen ze mensen gaan inspireren om duidelijk te maken, wie ben ik, wat kan ik voor jou betekenen en vind je dit interessant? Ga naar mijn website en boek mijn cursus, koop mijn product, bel me op, download mijn ding. Dus daar kan je natuurlijk heel veel kanten mee op. Uiteindelijk wil je dus die reels maken om meer klanten te werven, toch? En dan is het dus echt heel erg belangrijk, net als bij andere social media, om te weten, voor wie doe ik dit eigenlijk? Hè? Op wie richt ik mijn reels? Wat is nou echt precies boeiend voor mijn doelgroep om te vertellen? Nou, ik kan er echt uren over praten. En daar heb ik ook heel veel videolessen over opgenomen in mijn Video Academy. Maar als het erop neerkomt, wil ik vandaag in elk geval drie inzichten met je delen over Instagram Reels voor ondernemers. Hè? Hoe ga je dat nou doen? Hoe ga je dat dan aanpakken? Nou, het eerste inzicht wat ik graag met je wil delen is dat je echt niet alles over je bedrijf in een reel hoeft te delen. Nee, het gave van reels is natuurlijk dat je elke keer een klein stukje van je verhaal kan delen. Dus wat je eigenlijk wilt als ondernemer is niet alles in één keer weggeven, maar juist al die leuke kleine verhaaltjes in korte, op elkaar volgende reels uit gaan smeren. Dus het is aan jou
de opdracht om te kijken welke onderwerpen zou ik aan kunnen snijden om mijn doelgroep te kunnen bereiken. Dus weet dat je niet alles in één reel hoeft te proppen, maar dat je dat dus altijd in kleine, korte reeltjes kan doen. In elke keer weer een kort, klein verhaaltje. Het tweede inzicht wat ik met je wil delen is dat je reels niet te lang hoeven te zijn. Nee, je hoeft die anderhalve minuut ook helemaal niet in zijn geheel te gaan vullen. Wel nee, misschien kan jij je boodschap wel eens een keer in 20 seconden vertellen. Of kan je iets leuks of iets grappigs of iets herkenbaars of iets aandoenlijks of iets emotioneels delen. Er zijn zoveel mogelijkheden, daar ga ik je zo meteen nog even wat meer over vertellen. Maar voor nu wil ik je meegeven, houd het niet te lang en niet te ingewikkeld. Dus het derde inzicht wat ik met je wil delen is dat je elke keer een nieuw verhaaltje kan starten. Dus richt je per reel op een kort nieuw verhaaltje. Zorg ervoor dat je niet bijvoorbeeld 10 tips zoals ik in deze podcast met je wil delen. Een podcast is natuurlijk wat anders. Daar kan je gewoon wat langer aan het praten zijn. Ook op YouTube, dat is bedoeld om wat langer aan het praten te zijn. Dus als je heel veel kwijt wilt, ja, dan zal je een ander platform moeten gaan zoeken dan je Reels. Je Reels zijn echt bedoeld om kort en krachtig te triggeren met aandachtspunten waarvoor jij misschien in een andere video of op een andere website meer informatie daarover kan laten weten. Dus zorg ervoor dat je altijd korte, kleine verhaaltjes hebt met iets interessants. Ja, dus wat kan je dan eigenlijk vertellen? Hè? Want jij als coach of als trainer of als dienstverlener, expert in je vakgebied, je hebt zoveel te vertellen. Maar je kan dus niet alles in één reel vertellen. En je wilt dat dus doseren. En doseren kun je leren. Dus dat je eigenlijk in kleine stapjes, kleine verhaaltjes gaat vertellen in korte tijd in je reel. En ook nog op een amusante manier. Dus dat is natuurlijk super belangrijk dat mensen echt geboeid worden door jouw video's. Dat het niet alleen interessant is, maar dat het ook echt leuk is. Dat er ook bijvoorbeeld ofwel een vleugje humor in kan zitten. Of juist die hele vooral herkenbare trigger. En dat is eigenlijk stap 1 van als jij met jouw onderneming je reels wilt gaan maken en je vraagt je af, wat kan ik gaan vertellen in mijn reels? Ja, die stap 1 is dus begin bij begin en dat is weet voor wie jij je reels aan het maken bent. Heb jij voor jezelf al een ideale klant voor ogen? En visualiseer die persoon dan ook. Voor wie ben ik deze reel eigenlijk aan het maken? Hoe kan ik haar bereiken? Wat heeft zij nodig van mij om te horen om helemaal bij het begin te beginnen? Als jij bijvoorbeeld een bepaalde werkwijze hebt of een bepaalde methode of een bepaald stappenplan waarin jij in je business werkt. Bijvoorbeeld ik met mijn Video Academy heb natuurlijk een stappenplan, in dit geval een 5-stappenplan. Dat ik dus inderdaad begin met de inhoud. Hoe ga ik mijn kijkers aantrekken? En dat is dan stap 1. Dus als jij ook een stap 1 in jouw programma hebt, dan zou je over die stap 1 iets kunnen vertellen. En de volgende reel zeg je bijvoorbeeld wat over die stap 2. In mijn geval stap 2, na het oriënteren op de inhoud van je video's, gaan we natuurlijk hebben over hoe ga je de video's opnemen. Dat is natuurlijk mijn stap 2. Wat heb je ervoor nodig? Wat voor vlogtools heb je ervoor nodig? Hoe zet je je camera neer? Wat kan je nog meer filmen dan jezelf? Dat is dus stap 2, het filmen. Misschien heb je ook een stap 2, dan is dat ook misschien wel een reels stap 2. Hè? Jouw tweede reel die je daarover kunt maken. Een derde stap, en dan hou ik op met mijn stapjes, maar ik heb normaal gesproken 5 stappen, maar ik hou het nu eventjes bij 3. Een derde stap kan zijn, hoe ga ik mijn video's editen? Want editing is natuurlijk die derde stap bij mij, maar misschien heb jij ook wel een derde stap en ben jij energetisch coach of leefstijlcoach? Of misschien ontwerp je websites of misschien ben je yoga docent. Misschien heb je ook een stap 3. En zou je dat ook in je reel heel kort een tipje van de sluier over kunnen geven? En als je dan dus weet voor wie jij je reels maakt en met welke behoeftevragen zij zit, dan kan je die behoeftevragen ook gaan ombuigen tot een trigger voor je reels. Dus bijvoorbeeld, waarmee ik mijn klanten help is dus, wat ga ik vertellen in mijn video's? Nou, en dan zou ik dus een reel kunnen maken en dat heb ik ook gedaan over wat vertel ik in mijn reels. Of je kan een video maken, een reels video maken over hoe maak ik goede opnames. Dat is namelijk een veelgestelde vraag bij mij van wat heb ik ervoor nodig, Laura? Welke selfie stick of welk statief heb ik nodig?
Of waar haal je die microfoon vandaan? Dat zijn allemaal vragen waar mensen bij mij naartoe komen. Of andere mensen die willen inderdaad weten, hoe maak je automatische ondertiteling? Ik kreeg net nog een vraag binnen van iemand die zei van, hey Laura, hoe doe je die automatische ondertiteling? Hoe werkt dat? Nou, dat zijn dus inderdaad allemaal behoeftevragen die ik normaal gesproken beantwoord in mijn Video Academy. Maar omdat dat dus hetgene is wat ik aanbied voor mijn klanten, wil ik daar dus over praten in mijn Reels. Dus elke keer ga ik daar een heel klein stukje van laten zien in mijn Reels. En dat kan jij dus ook. Dus als jij bijvoorbeeld ademtechnieken gebruikt, stemtechnieken gebruikt, als jij schrijftechnieken gebruikt, laat dat zien in je Reels. Vertel daar eens iets over. Maar dan vooral zo gericht dat het klinkt als een behoeftevraag. Zo van, heb je heel erg veel onrust in je hoofd? Weet je gewoon niet goed wat je moet kiezen? Vind je het lastig om je eigen pad te bewandelen? Schrijf dan eens op waar jouw behoeften op dit moment liggen. Wat zou je het allerliefste willen? Nou, en dat laat je dan zien, daar vertel je dan over in die reel. Dus je kan jezelf filmen terwijl je bijvoorbeeld aan het schrijven bent. Of je kan gewoon iets op camera vertellen en dan een afwisselend shot maken van dat je aan het schrijven bent. Of dat je bijvoorbeeld een close-up hebt van iemand die aan het schrijven is. Dat kan je heel goed afwisselen met elkaar, dus daar kan je hele mooie reels over maken. Gecombineerd natuurlijk met een leuke tekst in beeld, dat iedereen goed weet waar jouw reel over gaat. En door alleen al gewoon die behoeftevraag te stellen en daar iets over te laten zien, dat is al gelijk al van wauw, geweldig, dat wil ik ook. Oh, interessant, dat inspireert mij. Dat is dus de bedoeling, dat jij dat dus heel gericht naar jouw ideale klanten gaat brengen. Dus als je bijvoorbeeld heel graag mensen wilt helpen die erg onzeker zijn, of die misschien wel een stukje zelfzorg nodig zouden kunnen hebben, of een beetje meer zelfliefde kunnen gebruiken, ja, dan kan je daar inderdaad op die manier echt op inspelen. Dan kan je dus iets over vertellen van, heb je angsten in je hoofd? Ben je vaak onzeker? Dan is mijn tip voor vandaag, denk na over waar jij bijvoorbeeld vandaag heel erg blij van wordt. Heb je vandaag al iets speciaals voor jezelf gedaan? En dat je dat dus in je video laat zien, dat je daar ook zelf ook mee bezig bent. Dus dat zou zomaar iets kunnen zijn. Nou ja, en dan het derde is van, oké, hoe ga ik er dan voor zorgen dat ik die boodschap goed overbreng bij mijn ideale kijker, bij mijn ideale klant uiteindelijk? Want daar richt je je reels op, dus heel specifiek voor die ideale kijker of die ideale klant. Dan is het dus heel belangrijk om jouw onderwerp, het topic wat jij hebt uitgekozen, om daar stapsgewijs iets over te vertellen op video. Dus dat heeft ook alles met een goede voorbereiding te maken. Dus ik zou altijd zeggen van, gebruik iets van een script of een stappenplan of een paar notities, waardoor je wat makkelijker uit je woorden komt. Normaal gesproken in mijn Video Academy leer ik vrouwen hoe ze met mijn stappenplan kunnen werken, hoe zij makkelijker hun video's in kunnen spreken, zodat ze wel natuurlijk overkomen, maar niet van de hak op de tak gaan, zeg maar. Een stappenplan kan je echt houvast geven om echt met jouw onderwerp aan de slag te gaan. En dan zodanig dat mensen ook aangehaakt blijven. Want het is super belangrijk om niet alleen mensen te triggeren met een boeiend onderwerp, maar ook mensen gedurende de video, dat ze aan je lippen blijven hangen en dat ze denken, hey, dit vind ik interessant, dit wil ik. Of, ik ga eventjes luisteren. Dus dat is natuurlijk de bedoeling van een reel. En dan kan zo'n stappenplan of wat notities je heel goed helpen daardoor heen. Om je een voorbeeld te geven, mijn klant Caroline van Menk, zij is energetisch coach. Zij helpt vrouwen op het gebied van zelfvertrouwen, met zelfliefde en ook vooral voor vrouwen met hoogsensitiviteit. En zij geeft energetische readings eigenlijk. En zij vond het ook best lastig om haar verhaal als energetisch coach goed op die camera over te brengen. Want als hoogsensitief persoon wil zij natuurlijk wel echt dat iets kloppend is bij wie zij is en waar zij echt voor staat. Nou, dat was eventjes een zoektocht inderdaad. Gewoon, daar hebben we samen goed naar gekeken. En het is ook best heel erg lastig om dat vanuit jouw eigen koker te gaan doen, hè? Vanuit jouw eigen visie, want je bent dan zo met jouw vak bezig. En wat je eigenlijk doet met video's is
om te gaan staan in de schoenen van de kijker. Je wilt eigenlijk een bepaald beeld van jezelf neerzetten dat gewoon op de juiste manier binnenkomt bij die kijker. Dus daar hebben we gewoon heel goed naar gekeken. We hebben samen goed gekeken naar dat script. Wat ga je precies vertellen, Carolien? Wat wil je precies vertellen in je video? Vervolgens, hoe gaan we dit mooi opnemen dat het niet te saai wordt om naar te kijken? Hè? Wat kunnen we laten zien aan misschien tussenshots? Dat was ook eventjes kijken van wat vond zij dan mooi. Ze wilde niet het geëikte, niet het standaard. Dus hebben we gewoon voor haar speciaal iets gemaakt. Ik ga je zo vertellen waar je de video nog kan bekijken. En vervolgens hebben we het ook samen gelijk op één dag geëdit. Zodat zij gelijk eigenlijk van die video voor haar social media gebruik kon maken. Dus als je benieuwd bent naar die video van Caroline van Menk, ga dan even naar mijn website lauraelsman.nl en klik op succesverhalen. En een van die video's is van Caroline van Menk, energetisch coach. Nou, dus, oftewel, als jij met Reels gaat beginnen, zorg er dan echt goed voor dat je goed weet wie jouw ideale kijker is, wat haar specifieke behoeftes zijn en kijk of je daarmee je Reels kunt starten. En dan de volgende vraag, moet je altijd met zo'n behoeftevraag starten? Nee, helaas niet, want anders zou het hele internet volstaan met alleen maar video's. Heb je last van dat? Vind je dit moeilijk? Nee, dat kun je juist op een hele goede manier afwisselen. Want Reels, dat is natuurlijk niet één keer een video maken over jezelf of over een behoefte. Maar je kunt daar natuurlijk ook leuke afwisselende andere video's over maken. Nou, wat dat precies voor video's zijn, daar heb ik over nagedacht. Ik werk zelf in mijn Video Academy met 5 verschillende categorieën. En daarbinnen heb ik 30 onderwerpen. Uitgelicht in mijn Video Academy. Nou, mocht jij nou benieuwd zijn hoe jij jouw verhaal in jouw vakgebied met jouw kennis over kunt brengen in een pakkende reel, ga dan naar mijn website lauraelsman.nl en download je gratis checklist Boost Your Business met Instagram Reels. Dat was hem voor deze week. Vergeet niet te abonneren en even hieronder te reageren of je dit interessant vond. Laat wat van je horen en heel graag tot de volgende keer. Ciao!